Je hebt het waarschijnlijk wel gezien op Facebook en op internet. In steden in Marokko hoor je hele gekke geluiden. Uit de lucht komen mensen, weten niet wat het is. Ze zijn er in ieder geval heel bang voor. Sommigen zeggen het is einde der tijden. Sommigen zeggen Amerikaanse wapens. Mohim, ze zijn bang. En ik wil weten wat de Marokkanen van Nederland hiervan vinden. Weten zij wat het is of niet? Kijk mee. Afgelopen dagen zie je heel veel video's uit Marokko opduiken. Van steden van noord tot zuid met dit soort geluiden. Ik zou het echt niet weten, het is best wel eng. Schrik, zou je hiervan schrikken? Ik zou hiervan schrikken. Ja? Misschien wel vluchten. Ja, echt? Ja. En geluiden, huh? Ja, dat zijn enge geluiden, man. Lama, dit is een beetje is eng. Schrik hiervan? Ja, man. Ja? Schrik hiervan als je dit zou horen? Zou je bang zijn? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, tuurlijk. Wat denk je wat het is? Ik weet echt niet, man. ليل 2 4 يناير 2016 الصوت اللي كان تيهضروا عليه في فيسبوك كما كتسمع هذا هو ناري الخوت هادشي تيخلع والله يا ربي السلام شي جنون اوف زو كويت انا وات زو كان زين وانير واز ديت افغلوبه فيك Afgelopen week. Ja. Maar als ze sowieso nergens kunnen vinden waar die geluid vandaan komt, dan is het sowieso niet zomaar iets, toch? Ik weet misschien de overheid test nu iets nieuws uit of zo. De overheid test iets nieuws uit? Het is raar, maar kan altijd wel. Misschien heeft Wilders een paar gekke monsters naar Marokko gestuurd. Oh, ik weet echt niet, man, broer. Met satelliet of zo, toch? Wat? Satelliet. Een satelliet? Ik weet niet. Misschien zo'n wapen of zo. Kan. Sommigen zeggen misschien einde der tijden. Ja, kan zeker. Misschien een teken. Je weet maar nooit. Van hey luister, wat we doen klopt niet. Oppassen. Ja, je zei, dit kan ook gewoon een teken van alle zijn? Tuurlijk. Dus het heeft niks met die satelliet te maken, is gewoon iets duivels, maat. Sowieso, ja? Maat. Ja. Denk je dat het iets met hiernamaals te maken heeft? Ja, man. Zeker. Ja, of gewoon van die moskees daar, dat hun allemaal iets zien aankomen of zo. Ik weet niet. En dat ze dan dit, ja. Die zijn iets te weten gekomen dan en dat ze via dit misschien de mensen willen waarschuwen dan. Dus bijvoorbeeld geleerden of zo, die denken van er is iets. En dan dat ze mensen willen waarschuwen met dit geluid? Ja, dat kan wel. Maar niet dat ze willen dat de mensen erachter komen om paniek te zaaien, zeg maar. Oh, dus eigenlijk een soort van kleine hint? Ja, een kleine hint, dat kan wel. Geluid. Maar het kunnen ook gekke mensen zijn, weet je. Dat weet je niet, weet je. Hoe bedoel je gekke mensen? Ja, gewoon mensen die niks te doen hebben. Ja, je weet nooit, ouwe. Je weet niet wat het is, snap je? Maar hoe doen ze dat dan? Ja, ik weet niet, broer. Maar dit heb ik nog nooit gehoord, vriend. Dit is enge shit, broer. Ja.